Groningen had de ploeg tussen 1918 en 1928. In mei 1918 kwamen ze samen, onder meer Jan Wiegers, Jan Altink, Johan Dijkstra en Alida Pot, met hun schilderkunst tegen de gevestigde orde. Als naam kozen ze de ploeg. Op voorstel van Jan Altink. Jan Altink schreef: ik dacht aan het ginnen, het omwoelen van aarde en het trekken van nieuwe voren in het land. Belangrijk was de zieke Jan Wiegers. Voor zijn herstel werd hij naar een kuuroord in Zwitserland gestuurd en daar kwam hij in contact met het kleurenexpressionisme van een medepatiënt, Ernst Kirchner. De invloed van Kirchner nam hij mee terug naar Groningen. Typerend is het kleurenpakket en de ruwe manier van schilderen. Er werd in de stad geschilderd, maar vooral ook op het platteland. Ook de Groningse schilders trokken naar buiten. Een prachtig land, maar hard werken. Dat lieten ze zien. Zo had nog niemand ooit naar dit prachtige Groningse landschap gekeken. Vol met wolken, onweer dat er aankomt, groene lucht dat schuin naar beneden dondert. Dat zie je allemaal hier. De invloed van dat zware Duitse expressionisme van Kirchner en zijn vrienden uit Dresden, dat is onmiskenbaar. Maar zo kan het expressionisme in Nederland er dus ook uitzien. Eenvoudig, zonder perspectief, maar wel baanbrekend in wat ze lieten zien. 10 jaar lang was dit een hechte groep en Wiegers, Dijkstra, Altink, Job Hansen en George Martens gingen elkaar schilderen, soms zelfs gelijktijdig. Al die portretten bij elkaar geven een aardig beeld, zowel van de schilderstijl van de ploegleden als ook van hoe ze elkaar zagen. Maar de meest ontroerende vind ik toch ook alweer van Jan Altink een portret van Werkman. En daaronder hebben ze heel aardig een zelfportret. Iets eerder. Hij kijkt er toch een beetje verschrikt en treurig aan alleen bij. Terwijl hij daarboven al een heer van stand is. Een kleurrijk heer van stand, maar een heer van stand. Een kunstenaar die al zijn vorm heeft gevonden. Maar ja, of ik dat goed zie, dat weet ik niet echt. Zelfportretten en het boerenleven, maar er is ook een andere kant van de ploeg die we minder goed kennen, de geometrisch abstracte kunst van Wopke Alkema en Jan van der Zee. Beiden kwamen onder de invloed van het constructivisme, maar van der Zee werkte nooit echt abstract. Zijn landschap en stadsgezichten, zijn stillevens, zijn nog enigszins herkenbaar. Voor Alkema daarentegen was pure abstractie het hoogste doel dat hij kon bereiken. Bij de ploeg bleef hij niet lang. Hij was geheel onthouder en dat was een van de redenen om slechts een jaar bij de ploeg te blijven. Een buitenbeentje bij de ploeg was Alida Pot. Niet alleen omdat ze vrouw was, maar ook door haar aparte stijl. Ze doet een beetje denken aan de vroege Mondriaan. En vooral zijn leerlingen Jacoba van Heemskerk, op de grens tussen figuratief en abstract. Ze ging zich, voor haar te vroeg dood, meer toeleggen op kunstnijverheid, maar maakte voor de ploeg nog wel het insigne.